We zijn op dit moment bij de Sport en Spel Instuif die we hebben georganiseerd samen met Stichting Averdam. Er wordt nog veel meer activiteit georganiseerd. Check daarvoor actiefalmelo.nl. Nou, gisteren bleek dus in één keer dat het heel slecht weer zou zijn. Daarvoor hebben we dus snel via Actief Almelo iedereen een mailtje gestuurd. Want daar staan de mailadressen in. En dat we dus verplaatsen naar de ISPA zoals jullie hier zien. En daar zijn we heel erg blij mee. Goedemorgen iedereen. Ik ben Naomi van Averdam. Ik ben tiende jongerenwerker. En ik sta hier met mijn twee fantastische stagiairs. Die samen met mij deze leuke dag hebben gehad. Je kan het zelf zien. Allemaal kinderen spelen. Die genieten van onze sport- en spelactiviteiten. En dat hebben deze lieve dames hebben dat als een stage georganiseerd. Dus ik ben super trots op hen. Nou, we moesten met stage hadden we twee periodes. De eerste periode hebben we zelf met kinderen geknutst en dat soort dingen. Daarna mochten we nog een keer wel bij hetzelfde, maar moesten we wat anders doen. En dat hebben we nu ook geleerd. We hebben zelf geleerd hoe je iets moet organiseren. En ik voel het zelf eigenlijk best wel lastig. Dit zijn jongere kinderen, jonger dan ons. En het is heel lastig wat hun leuk vinden en wat wij leuk vinden. We hebben een beetje gecommuniceerd hier. Nou, ik en Anitja hebben tegenover elkaar gewoond. Daar hebben we ook leuke activiteiten gehad. Daar hebben we ook een beetje hiervan ingezet. Zodat we toch nog een leuke dag hebben voor de kinderen. Het is gewoon lastig. We hebben echt ook gewoon ondervraagd naar mensen en zo wat hun wouden. Zo. En ja, toen kwamen we eigenlijk uit op zeg maar dit allemaal. En het is best wel mooi geworden eigenlijk. Want we hebben ook de Plus gevraagd of ze ons wouden sponsoren. En dat wouden ze ook. En dus we hebben allemaal fruit en water. Hebben kunnen regelen en ja, dat is het eigenlijk een beetje geworden.